Japanse kunst van bloemstukken maken in de bibliotheek. Wat houdt Ikebana in? Ikebana is de Japanse manier van bloemen schikken. En dat is een eeuwenoude kunst. Is ooit begonnen in de 6e eeuw na Christus. Met een simpele offerande van een bloem aan de goden. En dat heeft zich langzamerhand ontwikkeld. Wij hebben hier in Nederland 4 scholen die Ikebana bedrijven. Ieder met zijn eigen stijl. Maar ter vergelijking, in Japan heb je zo'n 100 scholen met allerlei verschillende stijlen. En ook op school worden daar Ikebana onderwezen, omdat het een belangrijk onderdeel is van hun culturele erfgoed. Wij hier in Nederland beoefenen nu zo ongeveer 50 jaar Ikebana, 50, 60 jaar. En de bedoeling met Ikebana is dat je bloemen die afgeknipt zijn, takken die afgeknipt zijn, dat je die weer zo schikt dat ze tot het hun beste naar voren komen. Op zijn best lijken zoals ze eigenlijk zouden kunnen zijn. Dus elk bloem, elk blad krijgt alle aandacht die het nodig heeft. En dat alles probeer je dus in een harmonieus geheel te schikken. Want Ikebana, dat is dus wat ik een beetje begrepen, dat zijn 3 woorden eigenlijk die het woord betekenen. Nou, het heeft te maken met bloemen weer tot leven brengen. Hana is bloem en Ike is tot leven brengen. Dus ja, het is een beetje... Je moet het een beetje met een korreltje zout nemen, maar het is bloemen en bladen weer tot leven wekken door ze goed neer te zetten. Ja. En hoe bent u aan deze interesse gekomen? Ja, ooit, heel lang geleden. Een vriendin die met haar man voor het werken in Tokio moest wonen. En die daar in die 7 jaar dat ze daar waren, lessen is gaan volgen. En dan hoorde ik daarover en ik kwam bij haar thuis en ik zag die schikkingen en ze nam mijzelf ook mee. En ja, dan gaat het je interesseren. De kunst van Ikebana, kan iedereen die leren? Ja, je moet van natuur houden. Je moet een beetje toch gevoel voor compositie hebben. Voor goede harmonieuze. Evenwicht moet je, ja, toch wel. En ja, wat ik eerst zei, heel veel van natuur houden. Het stuk wat hiervoor staat, heeft dat een speciale betekenis? Ik ben dus een leerling van de Ohara-school. En in de Ohara-school begin je met allerlei verplichte schikkingen die ieder hun eigen functie hebben. Zodat je dus gewoon goed leert afstand en het gevoel van Ikebana over te dragen. Jullie hebben 4 scholen. Ja. En wat is het verschil tussen jullie school en de andere 3? Nou, om te beginnen doet Masako, die doet Soketsu. De oudste school is Ikenobo. En die dateert al vanuit de 6e eeuw na Christus. En dat is wat, om grof te zeggen, qua onderscheid, de klassieke school. En dan heb je daarna de Ohara-school, die in zijn algemeenheid zou kunnen worden betiteld als een heel natuurlijke school. Dus met heel veel natuurlijk materiaal. Wij volgen ook de seizoenen, vandaar dat ik met tulpen bezig ben. Dan heb je de Sogetsu, en dat is de school die Masako doet. En dat is een veel modernere stijl. En dan heb je nog een school en die is nog hier wat later geïntroduceerd in Nederland, Ishio. En dat is nog moderner. En de materialen, de andere scholen gebruiken weer andere materialen? Niet per se, maar bijvoorbeeld de Sogetsu school, die gebruikt ook plastic. Dat combineer je met natuurlijk materiaal. Dus dat kan eigenlijk van alles zijn. Hout, van alles, of het kan metaal, het kan van alles zijn. Pannensponsjes. Maar je combineert het met natuurlijk materiaal en je hebt dezelfde grondslag. Het moet een harmonieus geheel worden, waarbij dus de natuur zo goed mogelijk wordt gedemonstreerd. En waar kunnen wij die scholen vinden? Nou, dat is het makkelijkste eigenlijk om op de website te kijken van de Nederlandse Ikebana Vereniging. Want daar staan alle gegevens over wie de les geven en waar de les wordt gegeven, waar de workshops worden gehouden. Wij vertegenwoordigen de afdeling Amsterdam Noord-Holland. En wij geven dus eens in de maand een workshop. Derde vrijdag van de maand geven we een workshop. Een aantal van ons zijn lerares. En daar kun je dus, behalve die workshops, kun je bij deze leraren en leraressen kun je dus les krijgen. Langer kijken, want zo hoort het dan. Deze is ongeveer 70 centimeter.